mijn nieuwe set. En heel veel van jullie dachten het al, maar dat is namelijk geworden Pioneer DJJ S-Set. Fucking nice. 4 kanaals, MIDI controller, S-Set, bootuitgang ook. Ik ben er super blij mee. Ik ben hier zo ongelooflijk blij mee. Zoals jullie misschien hebben gezien, gaat deze video over de switch van mijn DJ-set. Ik ga nu even mijn set laten zien die ik momenteel heb staan hier zo in mijn kamer. Jullie hebben het waarschijnlijk vaker gezien op mijn video's, maar momenteel heb ik de Pioneer CDJ en DJM 400 DJ-set. Sowieso van Pioneer, want ik ga niet overstappen naar een ander merk. Pioneer is het beste. En ik zou zeggen, koop Pioneer. Het kost heel erg veel geld, maar je krijgt er ook wat voor. En ik weet zeker, je gaat geen spijt krijgen. Hiervoor, dat is trouwens misschien leuk om te weten. In plaats van deze set wilde ik een Numark set gaan kopen. Volgens mij heet dat de NDX 400 of zo. Die wilde ik gaan kopen in plaats van deze. Omdat ik niet goed ben met geld en ik wil het altijd gelijk uitgeven, kon ik niet lang sparen en wilde ik die set heel erg graag kopen. Maar mensen die zeiden tegen mij, Timo, niet doen, je gaat spijt krijgen, koop nou die Pioneer set. En weet je, ik ben zo blij dat hun dat tegen mij hebben gezegd. Mijn vriend die had een Numark NDX 400 set gekocht en toen ik die set zag, dacht ik eigenlijk echt van, wat een kut set is dit. Dus ik ben heel erg blij dat mensen mij dat hebben aangeraden en ik heb heel erg van deze nieuwe set geleerd, van deze Pioneer 400 set. Nu vraag je je misschien af, Timo, waarom wil je dan een nieuwe set? Omdat dit natuurlijk een top set is, je leert hier goed op draaien en je kan hier nog alles mee wat je doet. Maar ik kon groter, ik kon nieuwer en ik kon meer kunnen. Vandaar dat ik een nieuwe set koop. In deze video gaan jullie ook zien welke set dat wordt. En dat ga ik nog niet vertellen, want dat wil ik graag geheim houden. Je kan wel mijn Facebook en mijn Instagram volgen. Trouwens ook op Snapchat kan je mij volgen. Links staan hieronder in de beschrijving. En dan kan je mij volgen via social media. Maar in deze video zal ik ook jullie overal mee naartoe nemen. Op reis, in mijn reis van de switch van mijn DJ set. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en hebben genoten van het eerste deel van deze video. Misschien heb je door dat ik met een andere camera film. Dit is namelijk de Nikon Coolpix van mijn moeder. En dan zou ik zeggen, ik zie jullie morgen wanneer de man langskomt om mijn set te kopen. En ja, tot morgen zou ik zeggen. Doei! Hey allemaal! Er is net iemand langskomen die aan mij zijn DJM 800 heeft verkocht. En die staat nu hier bij mij binnen. De mixer die is echt fucking mooi en ik ben er helemaal verliefd op. 4 kanaals en het ziet er echt super mooi uit. Nu zie je wat beelden samen met nog mijn 400 set. Want die gaat straks over een paar minuten ook alweer de deur uit. En dan heb ik alleen nog maar mijn 800 mixer. Maar wees niet getreurd, want ik ga heel erg snel, ik ga nog niet zeggen wanneer, ga ik mijn nieuwe spelers ophalen. Ik ga nog niet zeggen welke spelers dit worden, want dit is nog een geheimpje. Maar ik zou zeggen, geniet even van deze beelden wanneer je nu mijn 800 mixer en mijn 400 set samen ziet. Doei! Straks komt de man langs die mijn tweede deel van mijn nieuwe DJ-set gaat geven. Nou ja, geven. Waarvan ik het ga overnemen. Het plan was dat Ramson nu zou komen. Maar aangezien ik gisteren heel erg ziek was, heb ik het afgezegd. Omdat ik niet wist of ik vandaag beter zou zijn. Ik ben wel super blij dat ik beter ben. Maar jullie zullen dus niet mijn reactie zien. En jullie zien mij ook niet als ik het aan het testen ben. Als ik de set heb, nou ja, als het compleet is, dan zal ik weer even wat vloggen en ik zal natuurlijk even wat beelden opnemen van de set.
just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Misschien heb je het al gezien, maar ik heb mijn nieuwe DJ-set. Hij staat hier zo achter mij. Er zitten duwtjes op de flightcase, dat vind ik super chill. Ik ben hier zo ongelooflijk blij mee. Ik vind de set zo fucking mooi. Misschien kennen jullie het niet, maar het is de Pioneer CDJ 900 en de DJM 800 mixer. Er zit een linkfunctie op waarmee je beide spelers kan linken, zodat je maar één USB-stickje of CD hoeft te gebruiken, in mijn geval USB-stick. En dat is een van de redenen waarom ik deze set heb gekocht. Samen met de 800 mixer is dit echt een fucking mooie set en ik ben er zo ongelooflijk blij mee. Het is fucking groot, dat heb je ook al gezien. Ik ben heel erg mooi zwart nu. Je ziet hier zo dan nu de set staan en hij is heel erg groot. Ik denk als je nu, nou ja, kijkt, er komt tot mijn navel ongeveer. En dat is pittig groot. Hij is ook pittig zwaar. Er zitten wieltjes op en dat is super mooi. Wat ik nog even wil zeggen is dat de spelers echt gewoon, die zien eruit als nieuw. Er zit letterlijk geen één krasje op. De man, dat was een hele vriendelijke man trouwens, waarvan ik ze heb overgenomen, die heeft ze alleen gebruikt om tracks te testen. Hij is zelf professioneel DJ en draait op grote festivals en alles en heeft nu de 2000 Nexus gekocht. Ook super mooi, maar daar heb ik dan weer net niet het geld voor. Hoef ik ook niet te hebben ofzo, ik bedoel, daar wordt mijn leven echt niet beter van. Maar ik ben echt zo blij met deze set. Hier kan ik heel erg goed op dooroefenen. En dit sluit het beste aan op de CE 2000. Voor als ik een club of zo ga draaien of weet ik het waar. Ik ga hem straks even op mijn DJ-tafel zetten. Kijken hoe groot die is, kijken of die past. Ja, hij past vast wel, maar mijn MacBook past er niet meer naast. Want die set is zo groot en ja, dan zal ik straks nog wel eventjes verder vloggen. Tot straks. Zoals jullie weten heb ik een nieuwe set gekocht en het is de CDJ 900 en de DJM 800 set. Jullie hebben nu net, of jullie zien nu een paar beelden van de set in de flightcase. En als ik klaar ben met praten, gaan we de set uit de flightcase halen en dan op de tafel zetten. Omdat ik dat persoonlijk ook nog super tof vind om het zo te zien. En ja, het is gewoon fucking sick. Dus ik zou zeggen, we wachten niet langer en we gaan deze mooie spullen uit de flightcase halen. En dan gaan we weer gewoon eventjes wat leuks filmen. Dit is trouwens ook de 900 subscriber special voor mijn 900 abonnees die ik gisteravond heb gehaald. Ik was echt fucking blij toen ik dat zag. En ja, nog minder dan 100 nu. En dan heb ik er al 1000. En dat is fucking sick. Dus ik wil jullie heel erg graag bedanken voor het abonneren. Blijf ook vooral duimpjes geven en reageren onder mijn video's. Want dat vind ik super tof. En dankzij jullie is het allemaal mogelijk geweest. Dus enorm bedankt. En ja, laten we deze set uit de flightcase halen.
vallen. Nee, als ik hem nu laat vallen. En dan kijk hoe je er nu mee omgaat, joh. Ik wil eerst van een feitkist hebben, even denkt. Denk je? Wat denk je? Hey allemaal, ik ga nog één keertje voor de laatste keer tegen jullie praten in deze video. Jullie hebben nu mijn nieuwe DJ-set gezien. En waarschijnlijk weet je ook waarom dit nu zo lang heeft geduurd. Het is omdat ik 16 dagen heb moeten wachten op het tweede deel van mijn DJ-set, namelijk de spelers en de flightcase. Vond je het nou een leuke video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Laat me weten in de reacties wat je vindt van deze nieuwe DJ-set. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, maar ook op het kanaal van Timtje070. En volg ons op social media. De linkjes staan hieronder in de beschrijving. En ik check jullie bij de volgende video. Stay tuned. Dan wil ik nog één ding zeggen en dat is... Cheers to the freaking weekend, I drank that, yeah, yeah. Oh, let the gym was all sinking, I drank that, yeah, yeah. Don't let the bastards get you down, turn it around with another round. There's a party at the bar, everybody put your glasses over the drinking. Cheers to the freaking weekend, I drank that, yeah, yeah. Oh, let the gym was all sinking.